jullie zijn wel een beetje van, nou weet je, wij gaan lekker demonstreren. Maar de rest, die moeten actief aan het werk. En wij blijven gewoon lekker... Wij nu in een hoekje worden gedrukt. Ja, dat doe ik, hè. Sorry. Honderden Nijmeegse scholieren zaten afgelopen donderdag niet in de schoolbanken, maar zij waren in Den Haag. Zij deden mee aan de klimaatmars. Maar wat vinden we daar eigenlijk van? Spijbelen voor het klimaat. Hey jongens, mag ik jullie iets vragen? Hebben jullie daar eens gespijbeld? Ik heb nog nooit gespijbeld. Nog nooit? Kan ik met recht zeggen. Echt niet? En jij wel? Ja, ik wel. Hebben jullie wel eens gespijbeld? Ja. Waarom? Omdat ik geen zin had om naar de les te gaan. Nou... Nee, denk ik. Nee? Oké, okay, ja, dat kan. Dat was toen voor Duits, was een vage leraar. Je had geen zin en je dacht ik ga spijbelen. Ik had geen zin in precies. Heb jij vroeger wel eens gespijbeld? Nee, te veel? Hé, hey, heb jij wel eens gespijbeld? Ja, soms. Echt? Ja. Hé, hey, waarom? Omdat ik dan geen zin heb om naar school te gaan. Ja. Echt waar? En waarom? Ja, weet ik niet. Gewoon geen zin. Gewoon lekker een keer in bed blijven liggen. Oh, lekker gewoon thuis blijven een keer. Ja. Ja. Nee, ik heb nog nooit gespijbeld. Ja, denk je? Oké. Okay. Heb je vroeger wel eens gespijbeld? Ja, dat is de vraag. Heb je vroeger wel eens gespijbeld? Dat is lang geleden. Nee, volgens mij nooit. Helemaal nooit? Nee, ik ben heel naar die jongen. Heb jij wel eens gespijbeld? Heel veel. Heel veel? En waarom? Ja, waarom? Omdat ik hekel aan al die lessen. Sommige scholen zijn zelfs trots op hun leerlingen. Dat ze een dagje spijbelen voor het klimaat. Maar is het wel gepast dat scholen de leerlingen aanmoedigen om een dag te spijbelen? Ik had ook kunnen spijbelen voor het klimaat, maar dat heb ik nu niet gedaan, want ik heb net een melodag gehad. Nou, ik wilde het gewoon net aan jou vragen. Wat vinden jullie ervan? Ik ben meegevraagd en ik zou ook graag mee geweest zijn. Ja. Maar ik had ook een melodag. Daar komen we net vandaan. En daar kon je niet van spijbelen? Nou, ik dacht dit is toch wel nuttiger, maar daarom was ik er dus niet. Ik vind het heel goed om te protesteren. Voor alles. Gewoon druk uitoefenen op de politiek. Altijd protesteren. Eigenlijk wel. Maar ja, goed, er moeten wel goede argumenten voor de dag komen. En ik zou niet kunnen gaan protesteren, want ik heb geen goede argumenten nu. Nou, dat vind ik wel goed eigenlijk. Waarom vind je het goed? Ja, vanwege klimaat is het toch positief dat ze daardoor, ja, spijbelen dan misschien niet, maar ja, wel laten zien dat ze, ja, dat ze voor klimaat zijn. Zou jij demonstreren om een dag en een dag spijbelen? Ja, denk het wel. En waarom dan? Dan hoef je niet naar school te gaan. Ik weet er echt niks van, echt niet. Heb je er iets van gehoord al? Of vandaag van school toevallig. Ik ben met de opleiding verpleegkundige bezig. Dus ik had een hele lange dag. Dus ik was met mijn dochter even relaxen. En toen werden we straks aangesproken door zo'n jongere over die klimaatverandering. Ik zei, ja, als je niet hebt van jongen, ik ga even lekker relaxen. Ik heb even geen zin in gesprek. Dus ik weet er weinig van. Wat vind je ervan als ze spijbelen? Ja, dat is wel slecht eigenlijk. Als ze willen spijbelen, doen ze het toch wel. En ja, ze voegen wel toe aan hoeveel mensen er komen. Dus het is alleen maar positief, lijkt me. Ja, ik hou mezelf niet zoveel bezig met het klimaat, dus ik hoor er natuurlijk niet bij. Maar ja, leuk dat ze het doen. Hebben ook weer wat te doen, toch? Nou, ik denk dat ze tijd nuttiger kunnen besteden. Maar... En waarom kunnen ze tijd nuttiger besteden? Ja, op school. Maar dan wordt er dus ook niet gedemonstreerd. Dan doen ze ook niks aan het klimaat. Jawel, want ze zijn er eigenlijk al bewust van. Dus dat is eigenlijk beter. De bewustwording is misschien beter dan dat ze gaan demonstreren. Dat denk ik wel, ja. Kijk, als je ervoor betaald krijgt of schiet iets op. Oh, dan zou je het wel doen. Oké. Wij zitten straks met gebakken peren. Dat is heel erg. Dat gevoel heeft denk ik de hele jeugd. En ik vind het dan niet kunnen dat er wel, ze zeggen wat er wordt gedaan, maar wij weten niet wat er wordt gedaan aan dat klimaatakkoord. Wellicht zou het effectiever zijn als scholieren zich juist inzetten voor de verduurzaming van hun omgeving. Wat vind jij beter? Demonstreren voor bewustwording of jezelf actief inzetten voor lokale verduurzaming? Wat doen jullie er zelf aan? Bitter weinig, kan ik je vertellen. Ja. Maar wel demonstreren, maar zelf doe je er niks aan. Ja, maar ik kan wel gaan demonstreren daar naar de Mac, maar dan verandert er in principe eigenlijk niet zo gek veel. Dus ik denk dat het gewoon begint met kleine dingen die je zelf kan doen. Gewoon minder vlees eten, minder met de auto en dat soort dingen. Wat doe jij zelf aan het klimaat? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo super veel eraan doe. Ik ben er niet zo heel veel mee bezig. Maar ik ben wel de laatste tijd een beetje aan het proberen met vlees wat te minderen. Maar dat is het. Vlees te minderen. Nou, heel goed. Ja, ik vind het wel goed als ze daar staan. Ik vind wel dat er iets moet gedaan worden aan het klimaat. Ik zou er zelf niet gaan staan. Ik zou zelf andere maatregelen nemen. Maar... Wat zou jij dan doen? Nou, iets vaker de auto laten staan. Iets minder vlees eten. Een paar keer. Ja, een stuk soort kleine dingen, maar die wel voor grote waarde zijn. Ja, die scholieren die gaan wel 2 keer, 3 keer per jaar op vakantie. Dan moeten ze eigenlijk, ze beginnen met te stoppen. Dus
ook wel de bewustwording van, hey, ga eens even lekker een keer niet met het vliegtuig. Was mijn gezin uit Nijmegen, die inderdaad, die twee meiden die zeiden van, die vader en moeder waren van plan om een wereldreis gaan te maken. Die zeiden van, eigenlijk kan dat niet. Nou, niet meer. Dan moeten al diegenen die op GroenLinks stemmen en op de SP, die gaan wel 4-5 keer per jaar op vakantie. Dat kan met vliegtuig. Ja. Dus jullie zijn wel een beetje van, nou weet je, wij gaan lekker demonstreren. Maar de rest die moet actief aan het werk. En wij blijven gewoon lekker. Wij nu in een hoekje worden gedrukt. Ja, dat doe ik, hè. Sorry. Nee, alleen met ons lukt het niet. We hebben ook gewoon iedereen nodig voor echt verandering. Ben je daar bewust mee bezig? Dat je... Nee, helemaal niet. Ik baal alleen dat het zo koud is, maar meer niet. Dat is alles. Hey, dankjewel. Ga lekker genieten van je rust. Joe. Vond je deze video leuk? Like hem dan. En volg ons ook op YouTube en Instagram via WZHV19.